Hi, welkom bij Slow Juice. Vandaag ga ik een presentatie geven over dit model, over de Sana 606. En deze pak ik eigenlijk samen met de Huron, de GD en de Omega. En dat doe ik omdat ze technisch gezien allemaal gelijk zijn. Ze komen allemaal uit de fabriek van Huron. En het verschil zit hem dan dus ook niet technisch, maar dus in prijs, uiterlijk en wat voor accessoires erbij zitten. Deze 606 is net even iets gestroomlijnder, dat zie je ook. Hij is een beetje chroom uiterlijk. Je krijgt er een glazen bakje bij. Daar zit een grove zeef ook bij. En dat hebben de Omega en de Huron hebben dat niet. En die zien er qua uiterlijk net eventjes wat robuuster uit. Een beetje een vintage uiterlijk. Dus dat is eventjes, dat zijn de grote verschillen. Daarentegen betaal je dus voor dit model ietsjes meer dan voor de Omega en voor de Huron GD. Dus dat is even belangrijk om mee te starten. Dat zijn de verschillen, technisch hetzelfde. En daar gaat deze review dus over. Dan gaan we het nu hebben over het schoonmaken van de juicer. Voor alle drie de modellen is het schoonmaaktijd eigenlijk nagenoeg gelijk. Dat ga ik eventjes laten zien hoe je hem schoonmaakt. Dat is heel fijn bij deze, bij die horizontale. Hebben ze namelijk allemaal een vrij klein zeefoppervlak. En dat merk je absoluut niet bij de kwaliteit van het sap. Bij een grote verticale juicer zit er dus een grote zeef. En dan kun je je voorstellen, dat kost gewoon altijd het meeste tijd om de zeef schoon te maken. Bij die horizontale juicers, dus deze, is dat zeefoppervlak wat ik net zei wat kleiner. En daardoor is het met een borsteltje of met een sponsje zo schoon te maken. Dat is echt ontzettend fijn. Dus dat hebben ze alle drie en daardoor is die tijd gewoon, dat heb je zo gedaan, je spoelt hem af. Daarna zet je het op een theedoek om te drogen en dan ben je klaar. Wat even goed nog om te weten is als je aan het persen gaat, dan kan het soms zijn dat deze sluitring wat stroever gaat lopen. En dat komt omdat er dan wat sap tussen komt te zitten. Maak hem daarna, dus na het persen, gewoon altijd eventjes schoon. Dan gaat hij niet, of heb je eigenlijk weinig kans dat hij vast gaat zitten. Omdat er dan geen sap kan kleven. Dus dat is even een goede tip om mee te nemen. Nou, voor de rest, zoals ik net al zei, na het schoonmaken gewoon op een theedoek leggen. En dan droogt het vanzelf, hoef je het niet af te drogen. Zet je hem daarna weer in elkaar en dan kun je er weer tegenaan. Nu ga ik eventjes verder over het wat meer technische gedeelte van de juicer. Hij is ontzettend goed in het persen van bladgroenten en tarwegras. En dat komt dus door dat horizontale vlak en door die horizontale schroef. Ik ga dat heel eventjes laten zien hier. Haal ik even de zeef eruit. Zoals jullie zien is het een iets langere schroef en een dunnere schroef. Dunner dan een verticaal model. Een verticaal model heeft een dikkere en kortere schroef. En dat is het grootste verschil en daarom is deze dus heel erg geschikt voor bladgroenten en voor tarwegras. Daarnaast is dit, dat is wel even iets wat jullie niet uit elkaar moet houden. Dit is een single gear, dus dat betekent dat het één schroef is. En de Angel heeft een twin gear. En dat zijn dus twee schroeven die in elkaar en tegen elkaar indraaien. En deze die draait in de zeef. Dus dat is één schroef die draait tegen de zeef aan. En daardoor wordt het pulp van het sap gescheiden. Nou, die doe ik er eventjes weer in. Ook leuk om erbij te vertellen, wat ik net al zei, is dat hij dus je krijgt een dichte zeef bij. En dat is dus deze. Hierin zitten helemaal geen gaatjes. En daardoor werkt hij eigenlijk meer als een soort vleesmolen of een gehaktmolen. En dat is echt perfect. Niet om voor vlees of vlees in te malen, maar om bijvoorbeeld hummus, notenpasta, super lekker, doe ik zelf ook wel eens, met amandelen erin. En dan maak je echt onwijs lekkere notenpasta daarmee. En wat je er ook mee kunt doen, en dat is een groot voordeel, als je nou pulp overhoudt bijvoorbeeld van wortelen, dan kun je dat vervolgens weer mengen met meel en dan maak je daar bijvoorbeeld een soort wortelpasta van. En dat doe je met een opzetstuk. Er zijn dus verschillende opzetstukjes die je erbij krijgt en daardoor kun je er wat meer sliertjes van maken. Nou, en dat is echt super en dan kun je daar helemaal mee variëren. Hartstikke lekker. Nou, dan zijn we nu aangekomen bij het slow juicen. Ik ga, zoals altijd, een half kilo wortelen erin gooien. Hem aanzetten.
Er zit een stamper bij. Dat is handig om hem aan te drukken. Want wat even goed om te vertellen is, is dat wortel is wel echt het meest harde groente. En dat is voor een horizontale juicer kost dat net wat meer tijd. Bij een verticale juicer trekt hij hem er echt automatisch helemaal doorheen. Bij een horizontale moet je dus net eventjes een beetje kracht zetten. En wat ik al zei, bladgroenten en spinazie en dat soort dingen, dat trekt hij er gewoon moeiteloos doorheen. En deze zet je dus net eventjes een beetje aan. Goed om te weten is dat de garantie een beetje verschilt per de drie modellen. Dus per Omega, Hurom en Sana. En dat kun je terugvinden op de website. Bij de Omega zit er 1 jaar garantie, weet ik, op de losse onderdelen. Dat is misschien wel even goed om te weten. En bij de GD en de GD van Hurom dus. En de Omega is dat 5 jaar. Dus dat is net eventjes iets langer. Dat zijn dingen ook die je kunt overwegen. En zo zie je hem mooi hier door de persschroef heen gaan. Ik heb nu 500 gram wortelen geperst. Gaan we nu kijken wat dat heeft opgeleverd. Allereerst ook eventjes vertellen, hier is dus door die zeef is er wat pulp hierop achtergebleven. Daardoor is hij ook helemaal pulpvrij. Ik giet hem even in deze maatbeker, want dan kunnen we dus goed zien in vergelijking ook met de andere modellen hoeveel het hier heeft opgebracht. En dan zie je nou ongeveer 240 milliliter, 230 milliliter. Gelijk even proeven. Ja, echt helemaal pulpvrij, dat is heel fijn. En op zich, kijk, het is ook niet heel erg als er wel een klein beetje pulp in zit, vind ik eerlijk gezegd. Voor de rest is de consistentie, hij mag wel iets minder waterig. Maar eigenlijk is hij heel erg vergelijkbaar met de Hurom HE qua sapkwaliteit. Dus nou, lekker sapje. Nou, conclusie van deze review. Ga je vooral voor bladgroente en tarwegras persen en ga je kiezen voor een single gear systeem, dus dat is die enkele schroef, dan zit je met deze, de Hurom of de Omega, helemaal goed. Wil je echt een stap hoger en dan wel met horizontaal persen, kies dan voor een Angel of voor een Greenstar.